Goedemiddag iedereen. We gaan vandaag even voortwerken op de compositie die Jensie heeft gemaakt. Wat gaan we daarmee doen? We gaan daarmee een animatie maken op formaat 1920 op 1920. Voor de OG's die effectief al de compositie van Jensie hebben gevolgd, die gaan effectief hier kunnen gaan zien wat Jensie heeft gemaakt. Wat heeft hij gemaakt? Niet waanzinnig moeilijk om te gaan animeren. Maar we gaan dat eens even laten zien. Alright, wat zien we hier? Compositie met al onze donuts. Die zijn al mooi opgesplitst in verschillende lagen en die zijn ook gegroepeerd. Dat geeft voor ons een klein beetje een nadeel wanneer we dat gaan importeren in After Effects. Wat wil ik daarmee zeggen? Als we dit gaan importeren in After Effects, dan gaan we zelfs zien dat we eigenlijk allemaal aparte pre-comps gaan krijgen. Dat is niet per se wat we willen en dat is ook niet per se handig. Dus wat ik voor jullie al heb gedaan, ik heb voor jullie al een file opgemaakt in Photoshop, die jullie ook hebben aangeleverd gekregen en die ziet er zo uit. Ik kan eens even zeggen hoe ik tot dat ben gekomen. Dus allereerst heb ik hier deze groepen even gedegroepeerd, Shift-Command-G, om ervoor te zorgen dat we alles proper in één pre-comp gaan kunnen zien in After Effects. Wat zien wij ook? Wij zien allereerst ook nog dat het formaat niet klopt. Dus momenteel in de compositie van Jensie zitten we aan een slordige 5825 pixels op 3811 pixels. Dat is een beetje rijkelijk te veel voor ons. Dus wat gaan we doen? Wij gaan dat ook nog gaan aanpassen naar een vierkant formaat, zodanig dat hij ineens ook al juist staat. Ik heb dat nu voor jullie al gedaan, want als ik dat nu ga moeten doen, dan moeten alle smartfilters en die dergelijke dingen even allemaal opnieuw gaan beginnen renderen. Dat is een klein beetje te veel werk. En anders zitten jullie misschien op een beachball of death te gaan kijken. Hier, service. Dat willen we een beetje vermijden natuurlijk. Dus hier heb ik deze comp op vierkant formaat gezet. En je gaat zien, ik heb deze laag hier, ik ga eens even kijken, die stond origineel gezien meer hier aan de zijkant. Die heb ik nu meer naar links gezet, omwille van het feit als we die anders gaan importeren in After Effects, dan wordt effectief die donut afgesneden. Dat willen we niet. We willen die nog altijd wel in zich heel blijven houden. Want als ik nu naar deze compositie kijk, wat is het meest logische voor een animatie op te maken? Het lijkt me eigenlijk dat het meest efficiënte is dat al onze donuts naar binnen komen vallen, dat de klant precies een beetje is aan het selecteren welke smaak dat hij wilt en dat ze dan gaan vliegen rechtstreeks in deze zak. We gaan nog eens even een paar andere dingetjes bekijken in de Photoshop-file. En dan ga ik u zeggen welk effect dat heeft als we dat zouden gaan importeren in After Effects. Allereerst, smart objects, daar mogen we van rekening houden, die gaan eigenlijk worden geflattend tot één Photoshop-laag. Dus bijvoorbeeld hier, dit is een smart object met daarin onze brown paper bag en dan ons logo en die dergelijke dingen. Wanneer dat we die gaan importeren, dan gaan die effectief allemaal als één aparte laag staan. Dus het is niet dat wij dan kunnen zeggen, wij animeren het logo. Dat is al eentje om te onthouden. Smart filters, zoals bijvoorbeeld hier gebruikt, dat is een filter op deze schaduw hier. Gaat je mee moeten rekening houden, dat gaat ook één aparte Photoshop laag worden, die we dus niet meer kunnen gaan editeren. Dat is een redelijke belangrijke. Hier is er ook een smart object gebruikt. En het lijkt mij persoonlijk het beste dat we die misschien even gaan uitzetten, maar daar gaan we misschien straks op terugkomen. Want we gaan natuurlijk werken met een gelinkte Photoshop file, dus dat wil zeggen dat als we die effectief hier gaan uitzetten, we importeren die en we zetten die dan terug aan, dat die wijzigingen perfect worden doorgevoerd. Alright. Heel even diagonaal gezien, ik heb daarnet opgemerkt dat jullie hier nog een klein foutje hebben binnenin deze schaduwen, al zien dat die redelijk te zacht stonden. Ik heb die in deze file nu al wel aangepast, maar die gaan jullie zelf nog een beetje gaan kunnen fine-tunen door hier met de verder te gaan werken. Dus ik pas die even een beetje aan tot die terug naar mijn eigen neug zijn, want eens dat die zijn geïmporteerd, zijn die ook niet meer 100% aan te passen. Dus vandaar doe ik het liefste hier al die correcties. Als nu zou blijken dat we in After Effects zitten en we merken van, ah, oh shit, ze zijn dat vergeten of
die schaduw die mag net iets donkerder staan of minder gefedderd, ja, dan kunnen we dat gewoon perfect nog gaan aanpassen. Dus dat is geen enkel probleem. Onze vorige trainer Michael die heeft daarnet al begonnen met een animatie te laten zien, of een redelijk basic animatie, maar dat gaan we wel beter kunnen doen. Dus ik stel voor dat we hiervoor eens even teruggaan naar After Effects. En ik heb voor jullie een file klaargezet. Wat staat daarin? Niet superveel. Ik heb hier gewoon al mijn asset folders gezet. Ik heb hier een mapje gemaakt voor onze PSD-file. En wat komt daarin? Uiteraard gewoon onze PSD-file. Die gaan we importeren. En dan gaat je zien, After Effects komt een paar vragen stellen. Dat is goed. Want wat gaan we doen? Hij gaat hier vragen, wat willen wij? Willen wij een footage of een compositie hebben? Een footage, dat gaat als het ware een platgeduwde JPEG worden. Dat willen we niet, want wij willen al onze verschillende lagen nog hebben. Dus vandaar gaan wij hier naar Composition. We hebben hier nog twee opties. Oftewel Composition, oftewel met Retain Layer Sizes. Meestal duw ik hier op Retain Layer Sizes, omwille van het feit dat de bounding box en die verschillende lagen dan één op één gaan overeenkomen met die vanuit Photoshop. Dan staat er nog één heel interessante optie, dat zijn de editable layer styles. Als we eens even gaan teruggaan naar de Photoshop-file van Jensie, gaat je zien dat hij op sommige plekken, bijvoorbeeld hier, dat is de schaduw hier aan deze kant, heeft hij gewerkt met layer styles. Als we nu gaan importeren, wil ik die nog altijd gaan kunnen aanpassen in After Effects. Nu, dat is top, dat willen we effectief. Dus, dan gaan we zeggen hier editable layer styles. We duwen hier op oké en nu is het een klein beetje hopen dat we het juist doen. Ja, hij doet het juist. Ik had er straks even een klein beetje stress omwille van het feit dat After Effects het niet wou importeren. Dat kwam omwille van het feit dat After Effects een nieuwe update heeft doorgeduwd deze ochtend. Iets waar ik natuurlijk gisteravond nog geen rekening mee kon houden. Alright, wat heeft After Effects gedaan? Die heeft een compositie aangemaakt. En wat zit er in die compositie? Al deze verschillende lagen. Stel voor dat we die compositie even hier naar onze folder output slepen, zodanig dat we redelijk gemakkelijk gaan kunnen zien, dit is hetgeen wat we gaan uitrenderen en dat wordt naar de klant gestuurd. Puur voor mezelf zet ik daar meestal ook al het formaat achter, zodanig dat als ik die nu straks, eens dat ik gedaan heb met animeren, richting media encoder duw, dan gaat die meteen ook al de juiste benaming overnemen. Ik vind dat wel handig dat ik meteen in mijn finder zie welk formaat het is. We gaan deze prik nog openen. En dan gaat je zien, we hebben eigenlijk één op één dezelfde Photoshop-file als die we hier daarnet hebben geïmporteerd. Deze dus. En dat is leuk. Voor mezelf ga ik liefst ook altijd eens eventjes door de verschillende lagen en ik hernoem die. Dus dit is een klein beetje het tijdsrovende proces, maar daar kunnen we redelijk snel doorgaan, want we gaan er een beetje snel namen aangeven. Donut, pink, right bijvoorbeeld. Donut blauw, die mag zo gehouden worden. Dit is hetgeen wat er is aangepast geweest wanneer we hebben gezegd retain layer sizes. Die laag hier in Photoshop. Even kijken, donut blauw hier, waar stond hem hier? Ja. Ja, dat weet ik. Een autoselect, dat bij mij standaard dan. Ik ben oldschool in dat vlak. Goed, dus dit is hier de edges van onze selectie. Deze donut blauw die mogen we laten staan. Welke donut is dit? Dit is donut pink top of zo. Ik zeg nu maar iets. Kan een klant eens zien? Nee, natuurlijk niet. Dit is vooral eigenlijk enkel en alleen maar voor mij om te weten wat het is. Donut, chocola, hop. Brown lunchbag, ja, dat is voor mijn part redelijk duidelijk. Dat is dat. Dus dat is op zich niet het moeilijkste. En dit zijn dan de twee schaduwen. Ik ga eens even gaan inzoomen. En dan zet ik hier gewoon even uit welke dat het is. Dit is shadow soft of zo. Zoiets in de naart. En dan dit is vermoedelijk de hardere schaduw. En ja, ze zijn wel zeker. Shadow, hard, slag, bla bla bla. Ja, contactschaduw, slagschaduw, hoe je het ook wilt noemen, als het maar duidelijk is voor u. Dat is het enige.
Je gaat ook zien is dat de blending modus ook perfect zijn meegekomen vanuit After Effects. Dat is wel een heel groot voordeel. Vanuit Photoshop, sorry. Die zijn mee geïmporteerd. Dus vandaar, die staat hier niet op normal of zo, want dat zou, in dit geval valt het nu nog mee. Maar die komen allemaal heel properkes mee. Alright. Wat ik nu daarnet heb gezegd in Photoshop, is, dit was, als ik het goed voor had, een smart filter met daarop een Gaussian blur, denk ik. Ik ga eens even gaan dubbel checken. Welke is dat? Smart filter met een Gaussian blur. Ja, ze. We hadden het nog juist. En je ziet, die is gewoon volledig toegepast. Op één laag. Wij hebben hier niks van properties die wij gaan kunnen gaan aanpassen. Nu, geen probleem. We noemen dit gewoon donut. Pistache. Dat lijkt mij een groene dat misschien wel pistache zou kunnen zijn. Dit is een van die twee slagschaduwen. Nee, het is de slagschaduw en de zachte schaduw van de chocola. Dus shadow soft. Zien dat ik nog kan typen. Ja, dat lukt precies nog. Oh, het is andersom. Shadow hard. En dan hier. Shadow soft. Right. Nu één ding wat mij wel opvalt, dat is dat volgens mij in de volgorde van de lagen in Photoshop, dat deze op een verkeerde stapelvolgorde staan. Die zou eigenlijk logischer zijn als die bij de donut chocola staan. Dan gaan we dat doen. We pakken gewoon onze lagen en we zetten die daar erbij. Lekker gemakkelijk. Hier een typefout. Alright, donut pistache. En dan zitten we nu al bijna aan de laatste. Dit is donut. Oei. Ik moest op de naam klikken. En dan duw ik op enter, waardoor ik meteen gewoon die lagen kan hernoemen. Donut, pink, left. Dit is onze background. Dat is goed, dat mag zo blijven. Daar gaan we in principe niet veel aan animeren. Dus die gaan we nu gewoon even lokken. Waardoor dat we die niet per ongeluk gaan kunnen vastnemen. En nu gaan we eens even beginnen nadenken. Als ik het goed voor had, dan was de originele Photoshop-file van Jensie was al opgesplitst in voorgrond, middengrond, wat dit is eigenlijk, en dan ook nog de achtergrond. Dus het lijkt mij, deze drie, die zijn, als ik het goed voor heb, ja, die zijn allemaal zogezegd onze tussengrond, om het zo te zeggen. Dus we gaan die allemaal een kleurtje geven, dat gewoon voor ons lekker gemakkelijk is. Welke kleuren dat je eraan geeft, dat is echt dat, wat je zelf het liefste zou hebben. En nu gaan we eens kijken. Dit zijn de alle donuts op de voorkant, want die zijn allemaal voor de zak. Alright. Die geven dan ook een kleurtje. Hop. Geven yellow. En dan deze. Die geven we aqua. Wat zullen we aqua zeggen? Alright. Onze timeline. Dit is onze timeline. Ziet er al redelijk duidelijk uit. Dus dat is al wel een heel groot voordeel. Dat gaat voor ons het leven een pakje gemakkelijker maken. Alright. Wat ga ik nu ook nog doen? Nu ga ik eigenlijk onze layers een klein beetje gaan uitknippen. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat maakt voor mij het een pak gemakkelijker wanneer dat mijn ankerpuntje, dat dat eigenlijk in het midden van onze donut zou staan. We hebben er twee methodes voor. Oftewel kunnen wij manueel gaan zeggen, hier, ik verplaats met de pan behind tool of de shortcut Y. En dan verplaatsen wij die naar hier. Waarom gaan we dat doen? Omwille van het feit, als ik nu bijvoorbeeld deze laag zou gaan roteren, dan gaat die rond dit middelpunt gaan roteren. Goed, maakt het een pak gemakkelijker. Dit is één methode. Ik ga nu eens even gaan teruggaan. Wat een andere methode is, dat is dat we eigenlijk, dit is een pre-comp, dat we die gaan openen en dat we die gaan knippen naar dit formaat. Goed, hoe gaan we dat doen? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, omdat zo'n knopje dat niet veel mensen weten staan. We gaan hier klikken op Region of Interest en dan selecteren wij ongeveer, dat moet niet waanzinnig gedetailleerd zijn, onze donut. We zien dat die ongeveer in het midden staat. En dat we er ongeveer een selectie hebben. Wat we nu gaan doen, is we gaan naar Composition, Crop Comp to Region of Interest. En dan gaat je zien, heel deze comp is dan ineens gewoon
aangepast naar de selectie dat ik heb gemaakt. Het maakt niet uit dat er hier een laag staat die eigenlijk veel te groot is. Die wordt gewoon genegeerd en die wordt dan hier gezet. Het enige nadeel daarbij is wel is dat we nog wel effectief onze donuts de juiste positie gaan moeten geven. Maar als ik nu deze laag ga selecteren, ik zie heel gemakkelijk, alright, dat is effectief die een donut. Dan ga ik er nu nog eens even doorgaan. Ik doe hetzelfde met deze donut, dat is de roze. En ik zet even onze transparency preview op. Ik ga terug naar de tool van Region of Interest. Ik sleep die ongeveer hier rond. Yes. En dan gaan we naar Crop Contour Region of Interest. Goed. Ik lees hier net dat er al wel een paar vragen zijn voor mensen die dat, willen weten of dat deze opname, want we zijn dit ook aan het opnemen, of dat die later ook te zien gaat zijn. En dat is ook zo. We gaan die normaal gezien morgen kunnen gaan posten op YouTube en dan gaan we die in alle rust ook gaan kunnen meevolgen. Kunnen pauzeren, kunnen naar de volgende scènes gaan en die dergelijke dingen. Maakt het voor jullie wel net iets handiger. Alright. Deze donut, die stond ongeveer hier. Dan gaan we nu doorgaan. Kloppen al onze dingen. Nou, deze is nu niet 100%, maar die kunnen we eigenlijk wel zo laten. Want de kans dat we onze schaduw gaan roteren, is eigenlijk niet heel. Die gaan nog altijd even hard geroteerd moeten zijn. Die gaan nog altijd in deze plane of existence leven. Goed, die brown lunchbag, lijkt me eigenlijk dat die gewoon statisch mag blijven staan binnen in onze comp. Dus die gaan we eigenlijk niet gaan animeren. Die kunnen we ook gewoon zo laten staan. Hetzelfde met deze twee. Nu is er alleen wel één ding wat mij persoonlijk wel gemakkelijk lijkt. Dat is dat als ik nu hier ga inzoomen op onze chocola, remember, we hadden onze donut zelf en dan ook nog onze twee schaduwen. Wat wij perfect gaan kunnen doen, is wij gaan kunnen zeggen, we kunnen hier gaan spelen met onze opaciteit. Maar het beste zou eigenlijk zijn, is ja, ik wil dat niet twee keer, als we dat gaan animeren, van ons chocoladestukje komt van boven naar beneden vallen, dan gaan we onze opaciteit gaan animeren. Nu, ik wil dat niet twee keer hetzelfde doen. Ik probeer meestal vanaf het moment dat ik twee keer hetzelfde moet doen, dan denk ik meestal dat er een efficiëntere manier is. En dat is er ook zo. Als we nu hier deze opacity op een magische manier zouden kunnen linken aan deze opacity, of andersom, dan zitten we er eigenlijk al. Hoe doen we dat? Super gemakkelijk. We gaan hier naar die laag. We doen op de letter T voor de opacity. Om een of andere reden, schaal, rotatie en al die dergelijke dingen werken allemaal met de eerste letter. Opacity die werkt met de letter T van transparency. Waarom dat ze niet de letter O hebben gepakt, dat weet ik niet goed. En wij kunnen hier met onze pikwip, kunnen wij die gewoon gaan slepen bovenop de opacity. Dan gaat je zien, als we deze laag gaan, de opaciteit gaan aanpassen, gaat die hier ook meekomen. Dat is wel gemakkelijk. Dus dat is al iets redelijk goed. Alright. Ik selecteer nog eens even al onze lagen. En ik ga die even allemaal collapsen. Collapsen doen we met de letter U, waardoor dat je eigenlijk, oftewel, al je keyframable properties gaat kunnen zien. Oftewel, al je keyframes, die dat we momenteel nog niet hebben ingesteld, maar die kunnen we dan straks wel zien. Trust me, de letter U gaan we nog vaker gebruiken. Goed. Deze drie waren eigenlijk in orde. Die donut pistache. Ik ga nu wel eens even een klein beetje de link laten zien tussen deze laag, waar dus al een blur op stond, en de Photoshop laag. Als ik hier nu terug ga naar Photoshop, en ik zet hier gewoon die filter uit, waardoor dus ook de Gaussian blur uitstaat, ik save die file. En nu dan ga ik terug naar After Effects. Wacht ik heel even en dan ga je hier zien dat die al is aangepast. Die blur staat er niet meer op. Maar wat wil ik nu wel doen? Die pistache die gaat van achter komen, dus je mag wel iets meer geblurd zijn. Maar wanneer die dus naar boven gaat vliegen en in de zak gaat landen, ja, dan gaat die effectief wel minder geblurd moeten gaan zijn. Dus vandaar ga ik dat eigenlijk gewoon op deze laag ga ik een effect toepassen. En dat effect dat noemt plotwist, super gemakkelijk. Ik weet niet goed waarom dat hier mijn effecten weg zijn.
Die heet ook gewoon Cajun Blur. Dubbelklik daarop en dan gaat je nu kunnen gaan zien dat wij gaan blurren, maar enkel en alleen op deze laag. En wat heel handig is, is wij kunnen dit ook gaan keyframen. Dus gaan animeren. Super. Dan lijkt het mij nu dat onze voorbereiding eigenlijk grotendeels al wel in orde is. En dat we nu eigenlijk kunnen beginnen met de fun stuff, zijnde effectief het animeren. Hoe gaan we dat doen? Er is eigenlijk maar één property die dat wij in dit geval gaan moeten gaan aanpassen. En dat is onze position property. Position property, remember de eerste letter, dus dat is gewoon P. En dan gaat je al direct gaan komen op die dingen. Ik selecteer hier nu bijvoorbeeld deze laag. Ik zeg van, allereerst merk ik nu ook al wel op dat onze comp al wel 20 seconden is. Dat is een beetje ruim. Dus het lijkt mij dat we die bijvoorbeeld wel op 5 seconden zouden kunnen gaan houden. Ook merk ik hierop dat ik dat beter omzet naar 30 frames per seconde. Waarom? Omwille van het feit dat social media alles ondersteunt tussen 24 en 30 frames per seconde. En op die manier kan ik eigenlijk heel snel met een paar shortcuts ineens 10 frames naar voren gaan en dan nog eens 10 frames. Dat rekent een pak gemakkelijker dan in frames te rekenen van 6. Plus, ik ben een man die dat wel houdt van keyboard shortcuts. Goed. Wat lijkt mij nu het beste? Dat is dat eigenlijk al onze donuts op 1 seconde, dat die allemaal op hun finale plaats gaan staan. Dus we gaan een beetje andersom gaan animeren. Wat wil ik daarmee zeggen? We zetten eerst onze plate op 1 seconde. Dan duwen wij op de letter P voor de position keyframe. En zetten wij met dat stopwatchje komen hier een keyframe. Nu gaan wij terug naar voren. En dan zetten wij deze op de juiste plaats. Zijnde offscreen. En je moet dan hier in beeld op de finale plaats komen te staan. Nu, gefeliciteerd. Op deze manier hebben jullie nu al eigenlijk een volledige animatie gemaakt. Job done, zou ik zeggen. Nu gaan we dan nog wel gaan toepassen op al de rest van de lagen. Dus dat is volledig dezelfde werkwijze. Ik zet mijn keyframe op het finale locatieke. En dan zet ik die hier naar boven. Goed. Right, die komen allemaal tegelijk. We gaan zelfs nog een klein beetje een manier gaan zoeken om die wat organischer naar beneden te laten komen. Maar dat is een volgend puntje. Ik ga nu een beetje sneller gaan werken, zijnde ik ga zowel de blauwe donut, als de chocolade donut, als de pistache, als de pink donut left. Ik ga die nu allemaal tegelijkertijd op de positie een keyframe gaan zetten. En dan gaat je nu zien dat die ineens op alles al heeft geselecteerd. Dus wanneer ik nu dit ga animeren, zo gezegd, dan gaan die ineens allemaal tegelijk zijn aan het gaan. Ik heb wederom enkele seconden uitgewonnen van mijn animatie. Alright. Goed. Zullen we nu zeggen dat dit onze basis is van onze animatie? Maar wat mij misschien een beter plan lijkt, dat is eigenlijk om eerst even te gaan kijken naar deze brown paper bag en om die te gaan vervangen door een video. Een video die heb ik voor jullie al gemaakt en die gaat effectief hier zitten. Wat heeft Jens gebruikt? Die heeft een gelijkaardige zak gebruikt, maar die heeft hier gewoon de laatste frames genomen. Je gaat merken, het is niet 100% dezelfde zak als Jens heeft gebruikt, maar het is wel eentje die er grotendeels op lijkt. In animatie komt het daarmee weg. Dus dat is wel iets heel gemakkelijk. Alright, deze is aangeleverd. Die zit ook mee in jullie links. En die gaan we nu eens even gaan kijken hoe dat we dit gaan kunnen veranderen. Want dit is een stilstaand beeld van die brown paper bag. Dus dat gaan we gaan aanpassen. Ik zet hier eens even onze fit. Ga ik gaan importeren. We gaan merken, dit is een movie file. Maar een movie file met transparantie. Dus, wat zie ik hier? Een gemakkelijke om altijd te weten is transparant, is gewoon door in uw Mac Finder eens even de quick look aan te zetten en dan ziet je al direct. Die is uitgeknipt. Maakt ons leven een pak gemakkelijker. Goed. Deze.
is momenteel geïmporteerd, dus ik maak daar even, is het nodig? Nee, het is niet per se nodig dat ik daar een pre-comp van maak. Ik zwier die gewoon hier mee in deze pre-comp. Hij is nu natuurlijk wel maar 1 seconde en dit is ook al 20 seconden, dus dan gaan we eventjes ook gaan aanpassen. Commando K is de shortcut om naar de composition settings te gaan. Dit doe ik ook even naar 500. Alright. Nu zet ik die ongeveer op het juiste formaat. Het lijkt mij erop dat die in de Photoshop file ook een klein beetje is geschaald. Dus ik ga even naar de scale property. Het lijkt mij dat dat niet veel onder de... Ik ga eens even kijken. Een klein beetje inschatten. Oei, dat is een beetje te ver. En we zitten daar ongeveer juist. Het lijkt me misschien 106%. Ja, dat ziet er al wel grotendeels in orde uit. Ziet onze bovenkant er ook zo prachtig uit? Ja, precies wel. Ja, het is grotendeels in orde. Right. Het is niet exact hetzelfde, maar het komt er wel goed dicht tegenaan. Nu, wat is belangrijk? Dat is, ik zou eigenlijk heel graag hebben dat 1 seconde lang, dat effectief onze video, dat die is van een gesloten zak. En dan moet die eigenlijk hier maar pas, zou die maar pas moeten gaan openen. Ik zet eens eventjes deze uit. Hier zou die maar pas open moeten gaan. En dan mag die, zo zeggen vanaf 2 seconden hier, dan mag die effectief tot hier komen en dan pas gaat die gaan terug toe gaan. Goed, hoe gaan we dat doen? We dupliceren deze laag. We doen dat gewoon met commando C en commando V of gewoon ineens op de commando D duwen en dan wordt die laag volledig gedupliceerd. Goed, dat willen we hebben. Nu, remember, hij is eerst gesloten, dus dat gaan we zelfs oplossen. Dan gaat hij open, hij blijft openstaan, wederom, dat gaan we zelfs oplossen. En dan gaat hij eindigen met dat hij open staat en dan terug toe gaat. Dus eigenlijk hebben we volledig de andersomme versie van dit nodig. Als chance is daar een redelijk gemakkelijke shortcut voor en dat is gewoon rechtermuisklik time. En dan time reverse layer. En nu gaat je zien, heel die video die wordt eigenlijk gewoon achterstevoren afgespeeld. Alright. En zoals beloofd, gaan we nu eerst even deze lege ruimtes gaan opvullen. Hoe gaan we dat doen? We gaan werken met een soort van freeze frame. Dus remember, een video bestaat uit verschillende frames achter elkaar. Heel onnozel gezegd, dat zijn allemaal JPEG's achter elkaar. Typisch tussen de 24 JPEG's per seconde en gaat richting de 30 of kan soms naar 60 en 120 gaan, afhankelijk van de doeleinden. Dit gaan we dus eigenlijk gewoon een freeze frame gaan doen. Dus ik wil eigenlijk dit frame blijven kopiëren aan het eerste stuk. Dupliceer deze laag. Dat mag een deuze zijn, dat maakt niet echt veel uit. Ik zet die even helemaal hier. En ik zet op de frame die ik wil gaan dupliceren. Als ik nu hier terug naar de knop ga, time, en dan freeze frame, dan gaat je zien dat After Effects die eerste frame heeft blijven kopiëren. Ik trek die eventjes terug toe tot hier en dan gaat je zien, hop, die blijft stilstaan en nu wordt die open geanimeerd. En nu doen we eigenlijk volledig dezelfde werkwijze, zijnde we dupliceren deze laag. En nu duw ik hier, ik ga één frame terug en ik duw hier op de knop freeze frame. Deze kunnen we nu gewoon helemaal terug naar daar zetten. Alright. En je hebt gezien, hier zit een freeze frame. We hebben als het ware op pauze geduwd, waardoor dat we eigenlijk een volledige animatie hebben zoals dat we die willen. Die is ook perfect loopbaar. Dus als we nu zouden zeggen, oké, okay, je hebt gezien, die gaat direct helemaal terug naar binnen gaan en er is geen enkel probleem in het afspelen. Dat is een infinite loop. Dat vind ik fantastisch, omwille van het feit, als we iets gaan importeren, effectief, voor naar social media of zo bijvoorbeeld, dan gebeurt dat soms wel in de story, dat die gaat loopen. Hoe meer dat je daarvan kunt gebruik maken, hoe beter. Goed. Nu, omwille van het feit dat wij deze
pre-comp hebben aangepast, dan is die hier ook ineens aangepast. Dus, die staat hier stil, tot aan ongeveer een seconde. Dan gaat die terug open, die blijft openstaan en dan gaat die terug toe. Dat wouden we hebben. Nu, nog één ding wat we moeten hebben, dat is hier uiteraard ons logo op. Dat is eveneens iets redelijk gemakkelijk. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik selecteer gewoon hier het logo van de donut. Die heb ik jullie ook aangeleverd in de linksfolder. En die sleep ik nu gewoon op de vectors. Wat zet ik meestal in mijn vectors? Daar zet ik gewoon mijn Illustrator files in. Dingen die vectorieel zijn, over het algemeen. En nu komt hem hier wederom vragen. Import kind, wat willen wij? Wilt jij een compositie hebben? Dus dat je effectief verschillende onderwerpen gaat kunnen hebben en verschillende lagen. Dat hebben we in dit geval niet nodig. We hebben alleen maar een footage nodig. Moet ik lagen hebben? Nee, niet echt. Dus ik ga gewoon gaan importeren. En dit is nu gewoon onze Illustrator file van het logo van een donut. Beeld u nu in dat effectief de ontwerper van het logo, die gaat dat veranderen naar een ander kleurtje. Ja, dat is gewoon altijd een link. Dus dat zorgt ervoor dat je die heel gemakkelijk hierop gewoon gaat kunnen duwen. Reload footage. Meestal gaat hem het automatisch gaan reloaden als er iets is aangepast. Maar soms gebeurt het dat je het even manueel moet laten synchroniseren. Goed, ik sleep dat hier op onze comp. Ik zet dat ongeveer juist. En om dat ongeveer juist te zetten, dan ga ik heel even hier deze lagen uitzetten. En ik ga gewoon een klein beetje zien dat we ongeveer dezelfde verhouding hebben als onze compositie van de Jensi. En dan zet ik hier nu terug onze input uit. Alright. Deze hier, die gaan we ook gaan zetten op multiply. En dan gaan we zien dat logo. Dat logo gaat er eigenlijk alleen maar gaat er op blijven staan. Dan gaat dat open gaan. En dat staat hier eigenlijk al perfect. Goed. Ik ga eens heel even zien. Goed. Michael was hier flauwe moppen aan het uithalen. Maar dat is op zich niet echt iets wat we ongewoon zijn. 20 minuten was dat resterend? Of... Oeh, amai. Ga ik een beetje in gang moeten schieten? Dan is dat Q&A. Nu geen probleem. We gaan hier al eens eventjes onze animatie. Remember dat ik u heb uitgelegd wat de shortcut tool is voor de verschillende keyframes. Die gaan we aanklikken met letter U. Wat zou ik nu heel graag willen? Dat is dat die eigenlijk hier blijven stilstaan. Als in ons ogen worden gevestigd op deze zak die hier gelopen gaan. En we gaan nu gewoon ongeveer zeggen dat onze donuts vanuit deze positie gaan vertrekken. Dus ik zet hier gewoon op al deze lagen die ik nu heb geselecteerd een nieuw keyframe. Dus we gaan die doen. Die gaan van boven tot aan deze locatie. Die blijven hier staan. En dan vanaf hier dan gaan die effectief naar de volgende locatie gaan. Welke locatie gaat dat zijn? Ja, die gaan we nu allemaal bepalen. Hè. Dus we zetten deze hier. We zetten dan maar eens eventjes provisoir. Goed. Heel even gaan maken. Onze pistachevriend. Die zetten we hier. En dan deze. Die zetten we hier. Dan een keer nog onze blauwe. En die zetten we dan ook daar. Niet verschieten. We hebben hier inderdaad nog altijd wel gewerkt met foreground, background en al die dergelijke dingen. Dus het feit dat dit niet verdwijnt in de zak, dat gaan we zelfs oplossen. Maar we gaan allereerst, al eens even, we gaan zien dat we in verschillende lagen werken. Dus, wat ik daarmee wil zeggen is, ik zet eventjes hier al deze front donuts uit en ik ga mij even gaan focussen op die achterste hier. Dit is nu de animatie die er nu in staat, maar dat willen we niet natuurlijk. Wij willen wel dat die in een boogje omhoog gaan. Hoe gaan we dat doen? Dat is redelijk gemakkelijk. Dus wij selecteren hier dit keyframe en dan gaat je merken dat je hier je motion path gaat hebben. Als ik nu met de pen tool, ga ik hier dit motion path kunnen gaan aanpassen. Ik wil dat je een klein beetje omhoog gaat en van dit keyframe mag dat ook gebeuren. Dan ga je nu zien, hier gaat ze wat omhoog vliegen. De luiere versie is om hier dan een tweede keyframe te gaan zetten. Maar dan ga je merken is dat je versnelling soms niet 100% goed komt.
Alright, deze mag precies wel iets hoger gaan. Dus we gaan die iets hoger laten komen, zodanig dat die zeker en vast de bovenkant van die tas gaat overeenkomen. En dan nu, dan doen we volledig hetzelfde met dit keyframe. Dat doen we op Alt. Waardoor dat we eigenlijk die tangents gaan kunnen, excuseer, gaan kunnen gaan aanpassen. En die verdwijnen er mooi achter. Top. Dezelfde werkwijze. Die doen we ook hier. Dus ik selecteer hier. Ze staan hier natuurlijk nu nog wel uitgevind. Dus ik zet eens even onze achtergrond donuts uit. En dan zet ik hier de juiste dingen terug aan. Goed. Ik pas hier mijn motion pad aan. Alright. Deze hebben we nu aangepast. Nu is het een deze die we nog moeten gaan aanpassen. Even bekijken. Die moet al wel tot redelijk hoog gaan, precies. Dus dan gaan we dat doen, hè. Alright. Zitten we nog goed? Ja, precies wel. Goed, prachtig. En deze doen we krak hetzelfde mee. Hop. En dat motion pad is bij deze ook aangepast. Er is er nu nog eentje die koppig wil zijn en niet wil meekomen. Maar dat gaan we oplossen. Goed. En goed. Alright. Nu, ik weet niet hoe dat zit met jullie. Maar als ik deze animatie zou gaan bekijken, dan is die snelheid overal een beetje te constant naar mijn zin. Dus vandaar, wat ga ik doen? Ik ga deze keyframes gaan selecteren. En ik ga die allereerst al eens even gaan easy-easen. Wat gaat dat doen? Ik selecteer deze, dus nogmaals, het is krijg dezelfde werkwijze. Ik selecteer die allemaal, ik ga naar rechtermuis, klik keyframe assistant. En dan easy-ease. Wat gaat er dan zien, is dat die eigenlijk een beetje, die gaan als het ware tegen het einde een beetje afremmen. En dan gaan die hier gaan die terug versnellen en dan gaan die terug wat afremmen. Dat is goed. Dat willen we hebben. We doen hier krak hetzelfde mee. Rechtermuisklik, keyframe assistant, easy ease. Rechtermuisklik, keyframe assistant, easy ease. Normaal gezien, als ik nog tijd had, dan zou ik jullie ook nog heel graag een beetje de speed editor uit doen. Maar ik vrees dat we daar een klein beetje van moeten skippen. Dus dit gaat het voorlopig even moeten zijn. Als er iemand er toch heel hard in is geïnteresseerd, stuurt dat gerust. En dan kunnen we dat zeker eens even tijdens de Q&A bekijken. Nu ga ik nog eens even terug al mijn lagen gaan selecteren. En ik doe terug op de letter U. Ik doe gewoon als het ware op de escape toets. Waardoor dat heel mijn timeline hier terug een klein beetje is uitgezoomd. En het is allemaal een beetje overzichtelijker terug geworden. Goed. Right. Zoals beloofd, ging ik jullie ook een manier laten zien om die effectief tot in die zak te laten gaan. Maar we gaan dat stapje per stapje doen. Eén ding wat we eerst moeten doen, dat is wel een belangrijke, dat is dat we deze schaduw hier gaan moeten verkopen. Oei, ik heb iets gedaan in mijn leervolgorde. Ik ga hier naar onze transparency en remember, als ik deze transparency ga aanpassen, dan gaat die hier ook worden aangepast. En ik ga nu gewoon eigenlijk die transparency van deze gaan keyframen. En hierop mag die 100% zijn, maar wanneer dat die hier is, dan mag die eigenlijk 0 zijn. Dus wat gaat dat geven in de praktijk? Die gaat landen en die gaat zo'n beetje slagschaduw geven. Deze exacte animatie, die gaan we eigenlijk kunnen gaan kopiëren, maar dan andersom. Dus ik ga allereerst hier eens even... Commando C en dan Commando V. Nu willen we niet dat die van 0 naar 100 gaat, maar dat die van 100 naar 0 gaat uiteraard. Dus keyframe assistant, time reverse keyframes. Flap. En die is weg. En eigenlijk op die manier hebben we al een ondersteunende animatie gemaakt, die dat heel, dit geheel al wel een klein beetje efficiënter maakt. Dat verkoopt het hele project eigenlijk. Goed. Nu. Wederom, zoals beloofd, dan ging ik hier laten zien hoe we dat in die tas, in die zak gaan kunnen doen. Wat we eigenlijk willen doen, hè,
is, ik ga misschien best een pre-comp maken van al hetgeen, van alle donuts die daar aan de voorgrond staan. Dat zijn deze. Pre-comp die en ik noem die donuts front. En heeft dat nu alles propertjes uitgezet van de voorkant? Ja. Dus dat is al positief. Nu ga ik eigenlijk tot waar dat die ongeveer allemaal hierboven zijn. En ik ga nu deze laag, deze pre-comp, gaan kieken. Moet ik ze splitsen? Nee, niet direct. Wel, ik ga ze wel splitsen. Als ik hier nu op ongeveer deze frame sta, ik ga naar Shift Appeltje D, dan splits ik die. Ik ga echt gewoon met een scheermes door die twee lagen en ik zeg, splits deze laag nu op dit moment. Nu, wat wil ik dat er hier gebeurt, is, ik wil eigenlijk dat die niet zichtbaar is in dit stukje. Hoe gaan we dat doen? Dat is niet bijster moeilijk. We gaan gewoon een klein beetje manueel gaan we hier een pad gaan tekenen. Ik ga het nu een klein beetje snel doen. Maar de tekentools zijn eigenlijk grotendeels hetzelfde zoals in Photoshop en Illustrator. Dus ik maak hier mijn tangents. Ik ga die effectief zorgen dat die ongeveer deze vorm blijft volgen. Yes. Deze mag zo, maar die gaan we wel zien dat we die hier op een randje gaan doen. Voor het mezelf gemakkelijk te maken, dan sleep ik dat even tot hier. En ik zet die naar een filkleur zwart. Nu, wat wil ik doen? Ik wil eigenlijk gaan werken met een masker. Als ik nu hier op deze laag, die wil ik gaan uitknippen, zodanig dat die niet zichtbaar is op de zwarte stukken. Dan ga ik hier naar deze laag en ik doe op Alpha Matte. Zie natuurlijk wel dat deze laag aanstaat. En ik heb hem andersom gedaan. Geen probleem. Alpha inverted. Bam. En dat is al in orde. Dus die gaan omhoog vliegen en die gaan eigenlijk erin gaan. Top. Dat willen we hebben. Nu het gemakkelijke is, dit is gewoon een vectorlaag. Dus die gaan wij ook gewoon kunnen gaan aanpassen. Als nu blijkt dat er een verdere fine-tuning nodig is. Bijvoorbeeld. Hier. Klopt het niet 100%. Dat is een klein beetje fine-tuning, maar op zich is het al wel redelijk snel in orde. Yes. Goed, exact deze werkwijze die gaan we nu ook kunnen gaan toepassen op eigenlijk de achtergrond. Dus ik selecteer nu onze twee lagen. Zijn ze nu zichtbaar? Ja, ze zijn zichtbaar. Ik ga eens even voor het mezelf wat gemakkelijk te maken. Kan ik hier de front donuts even uitzetten. Allebei de lagen. Ja. Hop. En dan gaan we hier kijken. Dit zijn onze twee achterste. Die gaan wij hier ook ongeveer willen gaan knippen. Dus ik maak hier een pre-comp van. Goed. Donuts back. Dat pre-compje maak ik gewoon terug toe doen, dat maakt niet veel uit. Ik zet eens even deze pre-comps ook gewoon in mijn mapje genaamd comps. Dan staat het al niet meer bij mijn output, want dan moet ik het niet gaan uitrenderen. Die donuts back hier, die ga ik splitsen. En die gaan we ongeveer hier doen. Hiervoor gebruiken we terug, wederom dezelfde shortcut, Shift Appeltje D. Voor de Windows gebruikers is dat Ctrl Shift D, normaal gezien. En nu gaan we deze donut back helemaal naar boven gaan zitten. En wij gaan daar ook terug met een masker gaan beginnen werken. Dus, vinken is even alles terug aan. En dan gaan we kijken, werkt alles? Volgens mij werkt alles. Buiten het feit dat deze, die moet hier natuurlijk nog op Alpha Inverted staan. En als we nu gaan kijken, is al onze donuts, die vliegen erin. En die blijven er ook. Ik zie hier nu wel, ja, die zou eigenlijk een klein beetje meer naar onder mogen, maar ik stel gewoon voor dat we die hier, gewoon om efficiënt te zijn, gewoon wegdoen. Yes, nog 10 minuten. Amai. Right, dan ga ik precies toch nog wel een klein beetje meer extraatjes kunnen vertellen. Geen probleem, dat is altijd leuk. Goed, dus we gaan eens even door onze animatie gaan. Hoe zitten we?
ziet er redelijk goed. Ja. Nu is er precies wel één ding wat ik zou willen aanpassen, is ik zou die precies een klein beetje willen laten zweven in de ruimte. Nu is het nogal redelijk saai, ze blijven hangen. En dat komt voor mij niet echt super realistisch over. Nu, remember, we hebben er allemaal pre-comps van gemaakt, dus we kunnen dat gewoon rechtstreeks in onze pre-comp gaan aanpassen. Zullen we ons nu bijvoorbeeld even gaan focussen op de donut back? Dan kan ik jullie even het principe uitleggen van een wiggle. Een wiggle is een expression. Voor de mensen die daar al direct beginnen sidderen en beven wanneer dat ze het woord een expression horen, geen probleem. Degene die ik nu ga uitleggen is echt een allergemakkelijkste dat je ooit al hebt gehoord. Dus we gaan daar gewoon bij het begin beginnen. Wat doet een wiggle? Een wiggle gaat eigenlijk, er zitten twee parameters in. We gaan die in dit geval gaan we die op onze position gaan zetten, waardoor dat we eigenlijk gaan zeggen tegen onze computer: ga nu random een soort van positie-animatie gaan maken. Ik wil daar voor de rest niks aan gaan aanpassen. Dus, wat wil ik doen? Ik duw hier op option klik op het stopwatch en dan ga ik in mijn expression. Ik typ hierin wiggle. Nu druk ik op enter, want hij vult het eigenlijk al grotendeels aan voor mij, waardoor dat je dat eigenlijk al deze tekst gaat kunnen gaan invullen. Een wiggle bestaat dus uit twee parameters. Allereerst de frequentie en dan de amplitude. De frequentie wil zeggen hoe vaak dat de beweging gaat gebeuren. En de amplitude wil zeggen hoe groot dat die beweging is. Laten we nu bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat die 2 keer per seconde van positie verandert. En hoeveel pixels mag die naar links, naar rechts, naar boven of naar onder gaan? Zullen we zeggen 20. En als ik hier nu erdoor ga gaan, dan gaat je zien dat die zo'n klein beetje is aan het bewegen. Super random. Nu, wil ik dan nu bijvoorbeeld dat die neiger gaat, denk ik dat perfect hoor, is dat 260 bijvoorbeeld. Dan gaat die meer naar links, naar rechts. Ik vind dat nu persoonlijk een klein beetje te veel. Dus ik zet die terug op 20. Oei. En ik ga er terug uit. Diezelfde expression, die pasten we ook hierin. En die gaan dan onafhankelijk van elkaar, gaan die een klein beetje bewegen. Zie je, deze die gaat iets meer naar rechts, terwijl die andere een volledig andere volgorde neemt. Nu gaan we dat krak hetzelfde doen bij de donuts front. En welke gaan we dat op passeren? Ja, ook allemaal op deze. Dus ik selecteer die allemaal. Ik duw op positie. En jammer genoeg kun je niet ineens van allemaal tegelijkertijd de expression gaan aanpassen. Dus we gaan dat even manueel doen. De bovenste, copy-paste ik diezelfde code in. Hier ook dezelfde code, hier ook dezelfde code. En dan hier ook. En als we. Wat is er aan het doen, vriend? Ja. Ik heb per ongeluk op een caps lock geduwd, waardoor dat die gaat zeggen: ja, de refresh staat uit, geen probleem. Als we nu terug gaan afspelen, als je het wilt doen, dan gaan we zien dat die allemaal zo'n klein beetje zo speels zijn om bewegen. Hier is er nu wel iets kleins aan fout, zag ik. Al zien, wat is er hier gebeurd? De donuts front, die moeten precies ietsje sneller worden afgekapt. Ja, we gaan daar eens even bekijken hoe dat we dat gaan kunnen oplossen, hè. Dit zijn de donuts front. Ja, hier hebben we missing. Yes, dus die donuts front komt precies gewoon omwille van het feit dat we het hier hebben afgesneden. Yes. Eens even kijken. Het kan zijn. Ja, zo. Ik heb hier een klein beetje te snel geweest. En ik heb hier die keyframes aangepast. Dus normaal gezien, als we die hier nu gaan bekijken. Jeppa, het werkt allemaal terug perfect. Goed. Dus we gaan er nu nog eens door. We gaan kijken, zijn er fouten in of zo? Nee, precies niet. Oké, top. En zoals dat we nu zien, is eigenlijk alles is nog altijd perfect loopbaar. Dus ik kan hier urenlang naar blijven kijken. En het enige wat er gaat gebeuren, is dat ik net iets meer honger ga krijgen. Dat is het enige. Ik save even. Ja, dat lijkt me precies wel een nuttige te zijn.
Dan gaan we nu kijken, gaan we nog extra dingen hier kunnen gaan toevoegen? Ja, natuurlijk. Maar de vraag is het nog nodig en hoeveel tijd hebben we nog? 5 minuutjes. Alright. Moet ik eens even een klein beetje creatief moeten zijn. Weet je nog, toen ik u heb gezegd van een wiggle hadden kunnen gaan toepassen op al hetgeen wat je zou kunnen keyframen? Ik kan eens even een andere methode laten zien. Zijn dezelfde wiggle gaan toepassen, maar gewoon op de rotatie. Dus, bijvoorbeeld, ik ga hier nu deze nemen. Ik duw hier op de letter R voor de rotatie. En nu wil ik hier dat ook zo'n beetje speels gaat rond zijn eigen as gaan roteren. Zou leuk zijn. Dus ik duw hier gewoon terug. Wiggle. En ik copy-paste hier nu gewoon krak dezelfde. En ik ga eens een keer bekijken. Wordt dat wat te veel? Ja, dat wordt nu wel een beetje te veel. 1920 op 1920 was deze comp. Dus dat wil zeggen, als je daar 20 vanaf gaat gaan, alleen 20 uitwijkingen mogelijkheid hebt binnen de 1920, ja, dan is dat een pak subtieler. Aantal graden heb je eigenlijk maar 360, dus ja, dan is dat wel eigenlijk veel te veel. Dus we gaan eens een keer kijken wat geeft dat als we dat nu op 5 zetten. Die tweede dingen. Ja, en je gaat eigenlijk op die manier zien dat hij ook zo'n klein beetje een rotatiewiggle heeft. Dat gaat dan nog een beetje speelser gaan maken. En één ding wat dat al helemaal een interessante is, remember, daar heb ik nu nog even nog niet over gehad, maar die leerstijl die daar straks is meegekomen van Jensie, die stond hier op deze. Als ik hier ga kijken op deze laag, staan hier die leerstijls in. Nu, wat is heel interessant? Het feit dat die leerstijl in de richting van die schaduw die dat er hier gekomen is, die gaat op dezelfde positie gaan blijven. Wat wil ik daarmee zeggen? Als ik nu deze algemene transform, die rotatie, als ik die ga aanpassen, die schaduw die blijft links van onder staan. Terwijl als we die hadden ingebakken, ja, dan komt die schaduw helemaal mee en dan klopt onze lichtomstandigheden natuurlijk niet meer. Dus dat maakt het heel interessant. Waarom is dat? Dat is eigenlijk niet super moeilijk. After Effects die werkt met een volgorde. Wat doe ik eerst en wat doe ik nadien? Die doe exact gewoon eerst gaat hij hier in die transform rotatie doen. En pas nadien, dan gaat hij effectief hier die leerstijl gaan toepassen. Beelden nu in, dat gaat niet lukken, maar als nu eerst de leerstijl zou staan en dan pas de rotatie, ja, dan gaat hij wel meegeroteerd worden. Dat willen we niet. Dus dat is bijvoorbeeld ook iets hoe dat we eigenlijk redelijk gemakkelijk. Beelden nu in. Hè. Ik ga hier nu diezelfde. We gaan nu ook terug naar 2 en 5 zetten. Oei, 250 is misschien wat enthousiast. En dan gaan we zien, je gaat dan ook zo'n klein. Oei, ik heb er eentje te veel weggedaan. Je hebt altijd wel twee waardes nodig. Yes, die beweegt dan ook een beetje. Ja, ik denk dat we er dan eigenlijk zijn. Ik kan nog wel even doorgaan over waarom dat je een wiggle zou kunnen gebruiken en welke expressions ook allemaal. Maar dat is echt iets om eigenlijk al een volledige dag les over te komen volgen. En dat is er ook wel. Dus dat kunnen we zeker en vast doen. Dus, onze animatie is nu eigenlijk klaar. Dus wat ga ik nu gewoon doen? Deze comp ga ik nu gewoon uit-exporteren naar Media Encoder. En die gaat dan effectief al gewoon uitgerenderd worden aan 1920 op 1920 en 5 seconden. En dat staat klaar voor social. Dan gaan we nu doorgaan naar de Q&A-sessie. Ik ga eens heel even gaan kijken of dat er al prangende vragen zijn of zo, die dat ik moet uitleggen. Lisbeth had een vraag gesteld, nog interessant. Ja. Is er ergens een raadpleegbare expressionless list? Zit daar een Er zit wel een autocomplete in, maar het autocomplete is wel het gemakkelijkst dat je weet hoe dat het noemt. En je moet ook rekening houden, er zijn redelijk wat die daar heel specifiek gericht zijn. Ik ga nu eens even moeten gaan kijken. Ik ben nu niet zeker dat er in de helpfile van After Effects, dat er daar toevallig
Ja, hier. Als je gaat naar help en dan expression reference, dan ga je naar de help files kunnen gaan van Adobe. Eens dat je begint met in expressions te gaan denken, dan kun je daar zeer ver mee gaan. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld mogurts gaan opmaken, die dat je dan bijvoorbeeld gaat kunnen gaan importeren in Premiere, dat automatisch een markering achter je tekst wordt meegeschaald, je opaciteit, dat je foto's gaat kunnen aanpassen, volledige title animations, en waarbij dat de volledige animatie hetzelfde is, maar dat alleen maar de tekst verandert. Kun je dan gewoon rechtstreeks in Premiere doen. Wat moest je daarvoor doen? Ja, dan moest je die allemaal aparte comps gaan maken in After Effects en die dan gaan manueel gaan moeten gaan importeren. Dat is veel te veel werk. Dat doen we allemaal niet. Dus steek een klein beetje langer tijd in om je expressions juist te krijgen en dan krijg je heel interessante dingen. Dat zijn van die dingen die bijvoorbeeld ook waar wij een opleiding voor hebben binnen de Talent Academy voor mogurts. Die gaat binnenkort van start, ik dacht ergens april. Waarbij dat ik ook jullie daar bijvoorbeeld de basics van ga uitleggen. Ik zou zeggen, bekijk eens een keer wanneer dat je wat tijd hebt en genoeg koffie. Want je gaat hier wel even om bezig zitten om gewoon de expression language te gaan kunnen begrijpen en nadien te kunnen gaan toepassen. Maar heel interessante vraag. Jammer genoeg is dat niet ergens in één superduidelijke lijst, want dan begin je echt al wel redelijk. Oké. Justin zei, het ging wel redelijk snel in het begin. Snap ik, maar daarmee dan kunnen we dat gerust ook altijd eens even vanaf morgen bekijken op YouTube en dan eens even volledig meevolgen met wat ik was aan het doen, omdat jullie nu ook de files gaan hebben. Nog een vraag van Wart. Kan je de wiggle ook niet toepassen bij de effects en presets binnen After Effects? En wat is het verschil door dit als expression? Ja, je hebt je effectspaneel rechts, ja. Maar dat zijn geen expressions. Of maken die gebruik van expressions? Nee, die maken zelden gebruik van expressions. Dat is totaal verschillend. Ja. Ja, wat je wel redelijk gemakkelijk gaat kunnen doen. Je kunt een, ik ga nu maar eens heel even een volledig nieuw kompje gaan maken. Super basic. En ik ga hier nu gewoon een ellips gaan tekenen. Bam, prachtig. Ik zet daar nog een witte, oh nee, niet nog een groene, maar gewoon nog een witte achtergrond. En ik animeer die met de positie. Die moet, zullen we zeggen, een beetje James Bond gewijs. Ik ga die eerst even hier gaan centreren. Die moet zo'n klein beetje James Bond gewijs. Ik ga die hier. Ik kan hier even concentreren en ik wil dat hij dus James Bond gewijs van links naar rechts komt. Plop. Nu, weten we nog dat ik daar straks heb gezegd van ik ga nog een manier laten zien om uw easing een pak duidelijker te doen. Dus dit is nu een redelijk saaie animatie. Dat is echt jaren 80 begin van de title animation. Dat kunnen we beter. Hoe gaan we dat doen? Rechtermuisklik en dan die easy ease. Gaat al veel helpen, maar we kunnen dat nog beter maken. We gaan hier gaan naar de Graph Editor. Ik kom zelfs nog wel op wat ik ben aan het uitleggen. Wacht, bear with me. En dan gaan we hier kunnen gaan kijken naar de Speed Graph. Wat doet dit? Hoe steiler dat deze curve is, hoe sneller. Hoe vlakker dat is, hoe trager. Moet u inbeelden, hier laten we gewoon zeggen dat deze cirkel het aan een auto is. Die is al aan het rijden, die rijdt 120. En hier is een stopteken. Dus wat gaat hij doen? Ja, hier is hem wel redelijk rijkelijk te laat om nog veilig te kunnen gaan stoppen. Dus wat ik nu ga doen is, dit zijn allemaal Bezier curves. Ik ga deze nu gaan toetrekken. En nu ga ik die animatie ook eens laten afspelen. En dan gaat hij zien dat hij een pakje trager eindigt. En om nu terug te komen op wat dan een interessante kan zijn voor u is, ga niet werken met expression, maar je kunt wel uw volledige animatie zoals dat we die nu hebben ingesteld, gaan we wel kunnen gaan saven als een preset. Moet ik eens heel even gaan kijken. Animation, save animation preset. Gaat u hier gaan kijken, die gaat dan in een specifiek mapje in uw libraries gaan zetten. Maar wat het gemakkelijkste is, en hier is heel even naar de effects en presets. En ik zit hier open. Browse presets. Ja, ik denk dat dat gemakkelijkste is. Ah, en dan gaat hem wel Bridge openen, jammer genoeg.
durft soms al eens wel lang te duren. Maar in ieder geval, wat ga je dan krijgen, is je gaat eigenlijk een soort van animatiefile krijgen, die dat je dan nadien gaat kunnen gaan toepassen. Dat is een FFX-file. En in Bridge ga je ook gaan kunnen gaan kijken, super basic en redelijk lelijk, maar je gaat wel kunnen gaan zien wat dat doet. Als ik die dan hier ga liggen intypen, of ik heb hier bijvoorbeeld eentje gemaakt, ik heb hier recent al eens gemaakt, Scale Overshoot Right. Ik weet nu niet meer direct wat dat hem doet, maar ik vermoed een schaal. En pas die toe. Ah. Oké, dan weet ik niet waarom dat hem dat doet. Nee, daar doet hem iets heel gek mee. Oké. Ah, we moeten hem op de schaal zetten. Ik denk dat dat het punt was. Yes. Dus wat gaat hem nu doen? Die heeft eigenlijk een volledige animatie zoals ik die al eens een keer heb ingesteld, heeft hij nu gewoon geïmporteerd. En zo ga je wel redelijk gemakkelijk, bijvoorbeeld een fade offscreen, die dat van offscreen gaat tot aan het centrum, ga je wel als een preset kunnen gaan saven. Ik hoop dat dat uw vraag een klein beetje beantwoord werd. We gaan eens keer kijken. Hè. Wat hebben we nog? Van Justin ook nog een vraag. Ja. Of dat jij goede gratis resources weet voor motion design. Gratis is altijd gevaarlijk. Ja, dat is zeker vast altijd gevaarlijk, omdat je redelijk gemakkelijk in de realm van je copyright zit natuurlijk. Hè. Daar moet altijd wel een klein beetje mee oppassen. Hangt er vanaf wat je zoekt. Bijvoorbeeld voor vectoranimaties. Ik zeg nu maar iets, een ventje dat een gsm opent of zo bijvoorbeeld. Daarvan kun je er soms, ik ben eens even aan het nadenken, er zijn wel redelijk wat gratis vector sites. Maar of dat je dat gaat mogen gebruiken om te verkopen aan een klant, dat is altijd een moeilijke. Ja. Ik heb Envato Elements al voorgesteld, dat is mijn betalende site. Ja. Dat is wel nog betaalbaar. Ja, soms gebeurt dat wel, dat je er wel wat gaat kunnen vinden bij de gratis onderdelen. Maar die zijn niet altijd, de kwaliteit is soms ook wel redelijk wat te wensen over te laten. Er zijn soms ook wat bijvoorbeeld mattes en van die dergelijke dingen. Of ik zeg nu iets, een soort van screen glitch, dat gebeurt. Dat je dan ook gewoon als een videofile wil kunnen downloaden. Abonneer je op redelijk wat nieuwsbrieven en dan ga je die wel gewoon kunnen gaan downloaden. Altijd wel de kleine lettertjes lezen, omdat je het mocht gebruiken voor commerciële doeleinden of alleen maar voor educational purposes. Ja, en op Adobe Stock staan. Adobe Stock kun je zeker en vast ook wel genoeg gaan kopen. Zo. Zeker en vast. Goed. Justin vraagt nog een bedrag dat je hierop zet voor motion design. Dat hangt er vanaf. Dat is echt al een volledig nieuwe workshop, lijkt me, want dat hangt van heel veel dingen af. Is dat iets wat iedereen kan? Is dat iets wat je eigenlijk heel hard in hebt gespecifieerd? Is dat iets wat je motion design met cinema 4D of 3D skills gaat combineren bijvoorbeeld? Ja, dan gaat je prijs natuurlijk ook wel omhoog kunnen gaan. Uw aantal jaren ervaring doet ook heel veel. Uw aantal referenties. Dus, kan ik u daar een pasklaar op antwoord geven? Nee, ik vrees van niet. Dat is een beetje heel hard afhankelijk van uw eigen businessmodel als zelfstandige of wel wat dan ook. Dus dat is een beetje een heel moeilijke om op te antwoorden, ik zal het zo zeggen. Goed. Maar wel werkzekerheid. Ja, dat wel. Als motion designer. Als motion designer, ja, dat wel. Zullen we zeggen van wel. Er was hier nog een vraagje. Ik denk dat dat de laatste zal zijn. Ik vermoed dat dan onze sessie gedaan zal zijn. Maar de laatste om mij af te ronden. Dat was een vraag van Lisbeth dat de AI in het begin redelijk wazig werd. Ik zal u eens uitleggen hoe dat komt. Het gaat dan deze zijn, hè? Yes. Waarom stopt hem hier niet? Zeg het eens. Ik denk dat dat is omdat die AI zeer klein is. Ja, die AI is zeer klein. En je gaat die Illustrator echt nog aanpassen.
Ja, maar normaal gezien dan blijft het Victorus. Hè. Die kwam in XD ook maar binnen als 200 Ja. pixels op 200 Ja, pixels. Dat komt in dit geval omwille van het feit dat we hem geïmporteerd als een footage. En dan pakt hij de resolutie over van je Illustrator file. Ja. Deze komt trouwens van Adobe Stock, dat logo van Sweet Baked. En ik heb daar ook al gemerkt, soms zijn de assets niet echt optimaal voor onmiddellijk gebruik. Ja. Dus dat is zeer timely. Yes. Maar dus, dat kunnen we perfect aanpassen door gewoon die Illustrator wat groter te zetten. Blijven toch vectoren. En die dan gewoon te reloaden. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Goed, dan zijn we er. Ik zou jullie allemaal willen bedanken. Voor de mensen die daar al heel een dag zitten. Om effectief heel een dag mee te volgen. Hopelijk was het een beetje leerzaam voor iedereen. Zelfs de mensen die daar alleen maar mij hebben gevolgd. Dus sowieso bedankt. Tot volgend jaar. Dan gaan we zeker vast ook nog een sessie doen. En intussen tijd dan kunnen jullie vermoedelijk zeker vast ook nog wel eens keer warm maken voor naar een sessie te komen bij ons op de Talent Academy. Waarbij dat jullie veel meer een uitgebreidere uitleg gaan krijgen dan wat ik vandaag heb gezien. Ik ben er vandaag een beetje doorgevlogen. In detail en meer praktisch, dat gaan we dan ook wel binnen in de opleidingen kunnen doen. Zowel van motion design als ook van InDesign, Photoshop, Illustrator en al die dergelijke dingen. Als je toch nog honger hebt naar meer, kun je zeker vast ook eens keer YouTube bekijken. Daar geven we ook redelijk wat kleine tipjes, tip of the week bijvoorbeeld. Dus you know the drill, like, subscribe. Is er nog iets dat ik moet vergeten? Like en subscribe. Nee, ik denk dat dat het is eigenlijk. Notification bell, denk ik. Denk dat ze dat soms ook nog zeggen. Notification bell. Ja, voilà. Nee, hè. En dan hetzelfde met de social media.